Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom deze vakantie je Q-Time niet goed gebruiken om naar vakantie Prinkie Plezierie te gaan? Nou, dat kan, want Stichting Stibula organiseert het deze keer. En vandaag is Andy bij ons en hij gaat er ons alles over vertellen. What me is a little Q-Time. Hi Andy. Hi, mijn naam is Andy. Ik ben ook jeugdvrijwilliger bij Stibula Latour. Slow down, Andy. Okay. Ik wil eerst weten hoe het met je gaat. Oh, het gaat heel goed met mij. Dat is goed, Andy. Vertel me je verhaal, want je bent klaar om te shooten. Ja. Nou, en wij van de bibliotheek zijn namelijk met het idee gekomen om Prinkie Plezierie weer naar buiten te brengen. Zodat de buurtomgeving van ons ook meer weten van, er zijn Surinaamse filmen die zich niet op YouTube kunnen vinden, maar graag dat wij de link van de acteurs kunnen krijgen om deze film ook te shooten naar buiten. Het is namelijk ook, het heeft wel voordelen voor de jeugd. Namelijk hebben we bepaalde films die meer over gaan over de geschiedenis. Maar we zijn nu 3 stappen verder gegaan. Dus laten we gewoon teruggaan naar het begin. Wat is Stichting Stibula eigenlijk? Of wie? Vertel me alles. Nou, Stichting Stibula bestaat meer dan 55 jaar. Het is een buurthuis waar jong en oud elke dag kan langslopen om met heel veel activiteiten bezig te zijn. We hebben lesdagen, voetbal, bibliotheek om een boek te lezen, zang, dans, karate. Stibula houdt zich eigenlijk meer voor de jeugd. Talentontwikkeling, meer een lezing, infosessies. Dus Stibula is eigenlijk een buurthuis waar je je vrij kan voelen. Maakt niet uit je gender, hoe je eruit bent. Stoer, maakt niet uit. We zijn Stibula en we hebben graag een luisterend woord voor ieder. Oh, dat is nice. Jawel. Gewoon echt een clubhuis kan je zeggen in de buurt dat iedereen is welkom. Jawel, we zijn ook bezig om een galaavond te organiseren voor de gehele buurt. Wauw. Oké. Voor we naar de galaavond gaan, gaan we terug naar onze vakantie, Prinkie Plezierie. Want hoe zijn we op dat idee gekomen? Nou, mijn collega en ik, we zijn samen van de bibliotheek. En zij is eigenlijk samen met mij op het idee gekomen voor de Prinkie Plezierie. De film Akiki is een film die niet voor een lang tijd gespeeld heeft op tv of YouTube. Dus hebben we gedacht van, het is een film van de Marons in het binnenland. Laten we deze film shooten, want niet ieder gaat terug naar zijn eigen cultuur. Dus misschien kunnen we met dit film iets beter betekenen voor de jeugd. Na elk short film hebben we een Q&A-activiteit. Er zijn meerdere films die jullie gaan uitzenden? Ja. Hoeveel films? 4. Mooi, ja. En alleen Surinaamse producties? Alleen Surinaamse productie. Mm. Op de eerste dag is het een Akiki, Meisje van Moiwana. De tweede dag is het een Burden. De derde dag... Ik ga niet voor jokken. Nee. De eerste dag is Strana Volkstil. Ja, Strana Volkstil. Ik zat het even. De Akiki, het Meisje van Moiwana. Ja, en de derde dag is Burden. En op de laatste dag is het... Het film die echt nu populair is, Huize Anton. Huize Anton, klopt helemaal. Jawel. Oké. En dit hebben jullie georganiseerd, want jullie willen dat mensen die films kunnen zien. Maar is het alleen voor de mensen van Latour? Of... Nee, het is gewoon vrijwillig. Al hoe je helemaal is er een makka, je kan komen. Je mag komen, oké, dat is leuk. En als ik kom, moet ik een kaartje kopen? Nee. Het is gratis, maar als je wil, kunt u gewoon een vrijwillige bijdrage achterlaten. Beter geven ze jullie iets, want het is een heel leuk idee. Oké, 4 films, 4 verschillende dagen, maar er is nog meer, want het is niet alleen de film. Want als ik kom naar de film, dan gaan we daarna nog iets doen. Ja, na elk film is er een Q&A-activiteit. Dat is op de eerste dag. Op de tweede dag is het een storytelling. Op de derde dag is het gedichten schrijven. En op de laatste dag is het gewoon gezellig samen zijn met Huize Anton. Oh ja, en er is nog iets leuks daar. Want ik keek naar de flyer en daar stond er dat voor elke film zijn de acteurs aanwezig. Dus je kan ze in levende leven ontmoeten. Jawel. Dat is echt mooi. Dus er zijn heel veel kinderen die echt spontaan zijn om Shelley List te zien. Dus
het is nu een kans om dit mee te maken. Oké. Okay. Los van de acteurs, zijn de makers van de film ook aanwezig? Nou, we waren eventueel daarmee bezig, maar we hopen wel dat ze ook aanwezig kunnen zijn. Oké, okay, nee, dat is echt spannend. En welke dagen precies? Want je hebt gezegd de eerste, tweede, derde en vierde dag, want er zijn vier films. Maar wanneer ja. is het precies? Want wat moet ik in mijn agenda zeggen dat ik weet dat ik die dag moet doen? Nou, de filmdagen zijn maandag 9 september, dinsdag 10 september, woensdag 11 en donderdag 12 september. Oké. Op de kalender. En... Oh, ja, ik weet het gewoon niet en ik schaam me dat ik het moet zeggen, maar waar is Stichting Stibila? Stichting Stibila is in de buurt van La Tour, Tigristraat nummer 7. Nee, duidelijker kan niet. Nee, het belangrijkste heb ik niet gevraagd. Ik weet al wanneer het is, ik weet al welke dag, ik weet al dat ik een grote bijdrage moet brengen. En ook al ben ik niet van La Tour, mag ik ook komen, maar de belangrijkste vraag is hoe laat begint het, want... Ja, de tijd is van 5:30 to 7:30. 5:30 to 7:30. Oké, is er een limiet? Ik hoef niet te registreren. Ik kan gewoon komen. Als je op de Facebookpage gaat, je klikt Stibila. Gaat je op de Facebookpage, je scrollt even naar beneden, want we hebben heel veel gepost. Scrollt heel veel naar beneden. Je gaat bij de flyer van Prinkie Presiri een link zien. Dan kun je het graag registreren. Oké. Nee, en dat zal ik ook heel graag doen. Jawel. Andy, ik wil je bedanken voor het komen en je positieve energie die je hier zo uitstraalt. Je ogen lachen met je mond mee wanneer je zo vertelt. Jawel. Ik zie dat jullie er aandacht in hebben gestopt en moeite doen om er een hele mooie week van te maken. Ik wil jullie heel veel succes wensen en ik hoop dat jullie meer van dit soort activiteiten doen. Zeker. Ik hoop dat deze een super succesvol evenement wordt. Jawel. Dankjewel. Graag gedaan. Thank you. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Andy van Stibila bij ons in de studio. En deze vakantie organiseren ze de vakantie Prinkie Presiri. En het is gewoon een Prinkie Presiri, want het zijn 4 dagen waar zij 4 Surinaamse films zullen vertonen in het buurthuis. En iedereen is welkom. Je brengt een bijdrage, financiële bijdrage. That would be nice, because they could use that. En je bent er vanaf 4:30. En dan ga je naar een film kijken. Je mag zelf kiezen welke film, welke dag je doet natuurlijk. En die informatie vind je op je Facebookpagina. En dat is gewoon Stibila intoetsen, niet te moeilijk. En je gaat een beetje scrollen naar onder. En daar ga je de registratielink zien, want je moet je registreren. Je kan niet verwachten dat voor je een plekje houden, dat ze niet weten als je gaat komen. Dus je gaat je gewoon lekker registreren. En je gaat kijken, want er zijn 4 prachtige films. Je hebt Sana Folktales. Je hebt Akiki, het meisje van Moiwane. Je hebt Burden. Je hebt ook nog de welbekende Huize Anton. En het mooiste van het alles is dat de acteurs ook aanwezig zullen zijn. Dus na elke film kan je de acteurs ontmoeten. Je kan foto's maken met jouw favoriete acteur als je die hebt. Dus ik zou deze kans niet missen. Het is gratis. Doe gewoon mee. Ga kijken. Het is een leuke activiteit die Stibila voor jullie organiseert. Dus maak gebruik van deze kans. And remember, your time plus my time is cue time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.